mijn keynote ging over de oorlogsherinnering in de moderne tijd, in de 20e eeuw, in de populaire cultuur. Hoe populariserende genres omgaan met war videogames, met oorlogsreenactments, met een musical als Soldaat van Oranje. En dat is een onderdeel van een heel groot onderzoeksprogramma aan de Erasmus Universiteit bij ons, bij de afdeling geschiedenis. We hebben 6 projecten, totaal 11 mensen. En wij kijken hoe verschillende genres, wat voor soort kennis die nou eigenlijk produceren. In hoeverre is dat nou hele versimpelde kennis? In hoeverre wordt het gevoelige verleden over de oorlog getrivialiseerd? Het blijft onverminderd van belang om feiten te checken op hun waarheidsgehalte. Ik kan het niet genoeg benadrukken. Maar het is kortzichtig als beroepshistorici zich afkeren van populariserende genres. Zeker wanneer het gevoelig erfgoed van grootschalig geweld betreft. Ook deze genres zijn deel van de herinneringscultuur van de oorlogen in de 20e eeuw. Juist een publieke dimensie en intertextualiteit bieden kansen op een dialoog over dit gevoelige verleden. Populariserende genres kunnen bovendien krachtige intermediairs zijn tussen geschiedwetenschap, onderwijs en musea. Maar dan moeten historici wel meer van zich laten horen. Niet als scherprechters, maar door een intensievere samenwerking met de producenten van deze genres. De conferentie Historici Dagen is de best denkbare start daartoe. Ik dank u wel.